allemaal, super leuk dat jullie weer terug zijn bij een nieuwe DIY. En in deze DIY ga ik jullie laten zien hoe je zelf uit foam je eigen chest piece of breastplate. In ieder geval hoe je zo'n ding kunt maken. Dit is voor cosplay. Voor degenen die nog niet helemaal weten wat het is, zoek het zeker even op YouTube, want ik vind het super vet. En in deze video ga ik dus laten zien hoe je uit foam je eigen armor kunt maken. Ik ben er heel erg trots op. Dit is de allereerste keer dat ik zo'n cosplay kostuum aan het maken ben. En ondanks dat vind ik het gewoon echt heel erg goed gelukt. Ik ben er super trots op en ik wil dus heel graag aan jullie laten zien hoe ik het heb gemaakt. Er zijn vast heel veel verschillende manieren om zoiets te maken. Je kunt bijvoorbeeld ook van worbla maken of andere materialen, maar ik heb gekozen voor foam. En ik ben er gewoon super blij en enthousiast over. Mocht je dit nou ook super tof vinden, ik heb een apart Instagram account aangemaakt voor allemaal cosplay foto's, nou dat soort dingen allemaal. Ik zal het linkje in de videobeschrijving zetten en je kunt me sowieso vinden op Instagram met Yubaina Cosplay. En mijn gewone Instagram account is natuurlijk Shilling Beauty. Alle gebruikte producten die zal ik in de videobeschrijving zetten. Als ik het kan vinden, dan zal ik er een linkje bij zetten van de webshop waar ik het heb gekocht. Maar anders dan kun je gewoon het beste zelf eventjes op Google zoeken waar je het zou kunnen kopen. Dus dat staat allemaal in de videobeschrijving. En ik hoop natuurlijk dat jullie dit een leuke video vinden. Vergeet zeker niet om deze video een duimpje omhoog te geven. Dat zou je nu alvast kunnen doen en daar maak je mij natuurlijk super blij mee. En als je wilt weten hoe je dit kunt maken, blijf dan nu zeker kijken. Als eerst heb ik een schabloon van papier gemaakt voor de band. Je kunt de maat meten aan de hand van een BH en de omtrek van je middel. Maar je zou het ook via de volgende methode kunnen doen. Hierbij plak je het gedeelte waar je een patroon van wilt hebben helemaal af met tape en doe er wel iets van plastic onder, omdat je de tape natuurlijk niet direct op je huid wilt plakken. Met een stift kun je het patroon erop tekenen en dit vervolgens uitknippen. Dan kun je het vervolgens weer overtrekken op papier en het is natuurlijk ook slim om met pen erop te schrijven welk onderdeel precies is. Omdat ik de band stevig wil hebben, ga ik daar 5 mm foam voor gebruiken. Trek het patroon over op de foam en knip of snij dit vervolgens uit. De borststukken ga ik maken met behulp van deze plastic bol van acryl en 3 mm foam, omdat dit makkelijker te verhitten en te buigen is. En zorg er ook voor dat het stuk foam wat je hiervoor gebruikt groot genoeg is. Nu kun je dit gaan verwarmen met een heatgun en die van mij staat ongeveer op 250 graden. En wees hier natuurlijk dus ook heel erg voorzichtig mee. Vraag eventueel hulp van een volwassene of iemand die hier al ervaring mee heeft. Als de foam heet genoeg is, zal het buigzaam worden. En door het dan over de halve plastic bol heen te duwen en in die vorm vast te blijven houden totdat het helemaal is afgekoeld, zal het in die vorm blijven staan. Blijf dit gewoon net zo lang herhalen totdat het de vorm heeft die jij wilt. Dus het verhitten, het buigen, het verhitten en het buigen. En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat het echt de vorm heeft die jij wilt. Nu knip ik het borststuk uit, maar ik hou nog wel wat ruimte eromheen. Want dan kan ik de randjes nog eventjes iets mooier maken. En dit doe ik ook weer door de randjes te verhitten en het vervolgens tegen de halve bol te duwen met mijn hand. Totdat de foam helemaal is afgekoeld. Als alles goed past, is het belangrijk om er een streepje op te zetten. Het streepje zet je op de band en het borststuk. Dit is een soort van geheugensteuntje, waardoor je straks weet waar het borststuk precies moet komen te zitten. Nou, we hebben er eentje gemaakt, maar we moeten er natuurlijk twee hebben, voor iedere borst één. Maak nu dus nog een borststuk, maar let erop dat dit dus in spiegelbeeld moet. En wat ook handig is, is om hier op te schrijven of het de linker of de rechter is. De band ga ik alvast een beetje voorbuigen met mijn heatgun en dan kun je de borststukken vastplakken aan de band. En dit doe ik met mijn oude lijmpistool. Inmiddels heb ik een nieuwe die echt veel beter werkt. Die gebruik ik nog niet in deze video, maar die zullen jullie in mijn volgende video's wel voorbij zien komen. Ik had natuurlijk de streepjes getekend, dus ik zorg ervoor dat die tegen elkaar aanzitten. En dan kan ik het borststuk met een dun laagje lijm vastplakken aan de band. En als hij helemaal goed zit, dan kun je dus aan de voor- en achterkant nog wat extra lijm toevoegen om het extra stevig te maken. Nu gaan we de versiering maken en dit doe ik ook weer met 3 mm foam. De band meet en teken ik af op de foam, zodat ik ongeveer weet hoe lang deze moet zijn. En met een liniaal teken ik dus 1 cm af, zodat ik een mooie rechte strook heb. In de hoek heb ik deze strook dus afgetekend en uitgesneden, zodat je een soort van V hebt. Maar omdat dit nu heel erg recht is, verhit ik het met mijn heatgun. En nu kan ik de strook dus een beetje buigen, zodat deze straks wat mooier aansluit op de band.
Je kunt natuurlijk de uiteindelijke vorm uit foam snijden. Maar zoals je ziet zou dit niet echt logisch zijn. Omdat je dan heel veel foam verspilt eigenlijk. Door deze methode kun je namelijk een heleboel foam besparen zoals je kunt zien. En je zou zelfs een heleboel losse stroken uit foam kunnen snijden. En deze verhitten en opplakken. Op het borststuk wil ik ook weer deze spiraalachtige vorm maken. Die terugkomt op andere delen van mijn kostuum. Hierdoor zullen alle losse stukken armor straks één mooi geheel vormen. Eerst maak ik wat schetsen op papier en deze pas ik vervolgens op het borststuk. En ik weet, dit ziet er echt mega chaotisch uit. Maar zolang je zelf snapt en nog weet hoe het ongeveer precies moet zitten, dan is het goed. Als ik het patroon heb, dan snij ik hem uit. Ik trek het over op de foam en dit snij ik ook weer uit. En natuurlijk is het ook de bedoeling dat je dit nog een keer uitsnijdt uit de foam, zodat je er twee hebt voor op ieder borststuk één. Met de heatgun verwarm ik de spiraal en buig ik hem rond over de halve plastic bol, zodat hij straks mooi aansluit op het borststuk. Dan kun je dit gaan vastlijmen en hiervoor gebruik ik deze contactlijm. Ik heb het patroon afgetekend zodat ik weet waar de lijm ongeveer moet komen. En bij contactlijm moet je dus beide oppervlaktes insmeren. Dit moet je vervolgens even laten drogen en dan kun je het aan elkaar plakken. Doe dit heel nauwkeurig en eventueel stukje voor stukje, want vast is vast. Dat kun je ook doen met alle andere versiering en als je helemaal tevreden bent, kun je verder gaan met de volgende stap. Hiervoor ga ik mijn Dremel tool gebruiken. Dit is de Dremel 3000 en dit superhandige verlengstuk. We gaan nu de scherpe randjes en hoeken mooi rondschuren. Nou, dit hoeft natuurlijk niet per se, maar als je hier naar kijkt, dan vind ik zelf wel echt dat dit de kerst op de taart is, omdat hierdoor alles gewoon heel mooi afgewerkt wordt. En het ziet er gewoon veel mooier en realistischer uit. Ik zet hierbij mijn Dremel meestal op de derde of vierde stand qua snelheid, zodat ik volledige controle heb over hoeveel ik afschuur en hoe snel dit gaat. Als je hiermee klaar bent, kun je naar de volgende stap gaan, namelijk de primer. En voordat ik dit ging doen, bedacht ik mij dat dit het beste moment was om deze ringetjes nog toe te voegen. Hierdoor kan ik straks namelijk de veter doen, waarmee ik mijn borststuk natuurlijk vast kan maken tijdens het dragen. Ik duw de ringetjes erin, zodat ik weet waar ze ongeveer moeten komen. En met mijn Dremel en dit boordje maak ik alvast kleine gaatjes. Hier prop ik nu de ringetjes tussen en die kan ik dan vervolgens weer vastknijpen met deze speciale tang. Dan kunnen we nu verder gaan met de volgende stap, namelijk de primer zoals ik al zei. En er zijn verschillende soorten primer die je kunt gebruiken, maar ik gebruik dus houtlijm. Dit maakt je armen mooi stevig, het geeft een mooi glad resultaat en het blijft goed zitten. Ik breng dit als eerst aan bij de uiteinden van de band, zodat ik na het drogen van dit gedeelte de veten erdoor kan doen. En hiermee kan ik mijn borststuk dus alvast een beetje bij elkaar houden. Uiteindelijk, als ik het draag, dan valt het rondom mijn lichaam. En door deze veten nu vast te maken, blijft het al een beetje in die vorm staan. Want zoals ik al zei, houtlijm zal er ook voor zorgen dat de foam iets harder wordt. Dus vandaar dat het heel erg belangrijk is om je foam al zoveel mogelijk in de vorm te buigen die je uiteindelijk wilt. Nu moet je de houtlijm aanbrengen en breng hier minimaal 3 lagen houtlijm van aan. En ik weet het, dit is naar mijn mening ook echt het meest tijdrovende en saaie gedeelte van het maken van je armor, maar het is wel super belangrijk. En ook nog iets, na iedere laag houtlijm moet je het eerst laten drogen natuurlijk. En dan moet je het ook allemaal opnieuw schuren voordat je de volgende laag houtlijm aanbrengt. Dus ja, dit is echt zo tijdrovend en ja, het meest saaie gedeelte van een armor maken, maar het is wel echt super belangrijk om te doen. Even een note to myself, ik denk dat ik volgende keer zo'n spray ga gebruiken in plaats van houtlijm, omdat dat een heleboel bloed, zweet en tranen zou schelen. Anyway, uiteindelijk zal het er ongeveer zo uit komen te zien en dan kun je eindelijk je armen tot leven brengen door het te verven. En voor de basis gebruik ik acrylverf en na 1 laagje zie je nog dat er een soort van barstjes in zitten. Maar na het aanbrengen van de 2e laag zal je armen super mooi glad zijn. De randjes maak ik goud en hiervan breng ik ook 2 laagjes aan voor een mooie dekking. Dit is trouwens ook een klusje waarbij je er echt rustig voor moet gaan zitten. En zeker bij mijn breastplate heb ik hier extra veel tijd in gestopt en veel aandacht aan gegeven, omdat dit natuurlijk ja, wel echt de blikvanger is van je kostuum.
Dus ik wilde echt alles perfect hebben. Dan kun je nog schaduw toevoegen, wat ook super belangrijk is zoals je kunt zien. En de schaduw maak ik met behulp van deze olieverf, omdat dit langzaam opdroogt. Hierdoor kun je het heel mooi blenden en eventuele foutjes kun je nog snel wegvegen. Het aanbrengen van olieverf doe ik met een fijn penseeltje tegen de randjes aan. En het blenden doe ik met deze kwast die wat stuggere haartjes heeft. En dit is het verschil. En zoals je ziet is het toevoegen van schaduw ook echt super belangrijk. Iets wat echt niet mag ontbreken. Het geeft zo'n fijn gevoel om ergens zoveel energie, tijd en moeite in te stoppen. En als het er dan uiteindelijk super vet uit komt te zien, oh, dat voelt zo fijn. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie het leuk vonden om gezien te hebben. Nogmaals, alle gebruikte producten die zal ik in de videobeschrijving zetten met eventuele verkooplinkjes. Mocht je willen weten waar je het kunt kopen, lang leven Google. Dus dan kun je het zelf eventjes opzoeken waar je het zou kunnen kopen. Maar de items waar ik een link van heb, nou dat zal ik er natuurlijk bij zetten in de videobeschrijving. Als je dit nou leuk vond, geef dan zeker een duimpje omhoog. Daar maak je mij niet alleen heel erg blij mee, maar hierdoor komt mijn video ook natuurlijk hoger in de YouTube ranking. Waardoor waarschijnlijk meer mensen deze video zullen zien. Dus geef zeker een dikke duim omhoog als je dit een leuke video vond. Mocht je dit soort dingen nou heel erg tof vinden, dus cosplay, fantasy, DIY, extreme make-up. Dan kun je mij misschien volgen op Yubaina Cosplay, want daar zal ik echt alleen dat soort foto's plaatsen. En ja, als je nog niet bent geabonneerd op mijn YouTube kanaal, dan kun je dat natuurlijk ook doen. Het is gratis en dan blijf je helemaal op de hoogte van alle video's die ik maak. Ik vond het echt super leuk om deze video voor jullie gemaakt te hebben. Het was echt super veel moeite, maar dan heb je ook wel wat natuurlijk. En ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik je weer bij de volgende DIY. Doeg!